We zijn dus weer eens in Brabant. De provincie Noord-Brabant. Niet België, maar Nederland. We staan hier op een camperplaats, privéterrein, achter de woning van de eigenaar. Daar hebben ze 10 plaatsen aangelegd. Je ziet hier achter mij zoals we staan. En dan sta je lekker rustig. Leuk is, die kant op, maar dat zie je straks in het filmpje wel. Is het veld, zie je de hertjes wandelen en heb je ruim uitzicht. Maar even voor degene die niet weet waar Berlicum ligt. Ik wist er ook niet hoor, ik had er nog nooit van gehoord. Klein plaatsje, het is eigenlijk net even buiten Berlicum. Even ten noorden zeg maar. We staan eigenlijk een beetje tussen Berlicum en de bos in. Rosmalen zoals je wilt. 7 kilometer ben je in het centrum van de bos. Rosmalen 4 kilometer. Wijdse omgeving. Trouwens Berlicum, heel leuk plaatsje. We zijn erheen gewandeld, het is niet zo ver hier vandaan. Zeer leuke woningen. Dus de moeite waard om ze te bezoeken. Overigens heb je daar ook alle voorzieningen. Dus je hoeft niet naar de stad. Je kunt naar Berlicum, supermarkten, kruidvaart, noem maar op. Alles is er. Nou, even meer over de camperplaats. Alle voorzieningen aanwezig. Volgens mij geen wifi. Maar dat heeft iedereen mee tegenwoordig. En geen toiletten en douches. Maar verder alle voorzieningen aanwezig. Je kunt je afval kwijt, je kunt water innemen, je kunt water lozen, je kunt toilet lozen. En heel speciaal, als je mazzel hebt, ligt er een eitje voor je klaar. Vers eitje van de eigen kippen. Mag namelijk 1 eitje per persoon pakken. Dus moet je wel tijd zijn natuurlijk. Hè? Want als er meerdere staan, zijn eitjes zo op. Het zijn kleine kipjes, dus ook kleine eitjes. Je ziet achter mij zo'n huisje met alle voorzieningen. Je haalt hier gewoon een envelop, je doet het geld erin. En dat doe je op het moment dat je weer weggaat. Wij staan hier nu 2 nachtjes. Dus we gooien straks de envelop in de brievenbus. Overigens, iedereen vraagt zich af, waar sta je hier voor? We staan hier voor 12 euro, exclusief stroom. Stroom betaal je apart, vind ik ook heel logisch, zeker in deze tijd. Stroomprijzen noem ik maar even niet, want die zijn natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen. In ieder geval voor de plaats, inclusief ontzorging en vullen van water, 12 euro. Dus per nacht, inclusief 2 personen. We gaan ons zo meteen weer klaarmaken voor een rit naar de volgende camperplaats.